vindt inspraak belangrijk. Er zijn 12 lokale cliëntenraden en er is 1 centrale cliëntenraad. In de centrale cliëntenraad zitten afgevaardigden van alle lokale raden. De cliëntenraden worden geholpen door ondersteuners. Elke raad bij Plurijn bestaat uit cliënten. Als wij beginnen met cliëntenraad, dan is het altijd dat we eerst het belangrijkste punt zelf beginnen. En als de manager binnenkomt, hebben we dan meteen daarna de vragen aan de manager. Zoals Marieke Kiefiets of Van Eyp iemand. Daarna gaat de manager, waar ik ook met de verwanten over hebben. En dan wordt er samen een compromis gemaakt van, hey, zullen we dat doen of zullen we het niet doen? De medezeggenschap van de cliënten heeft een eigen kantoor. Daar werken 17 cliënten in de vorm van dagbesteding voor de medezeggenschap. Ik heb me aangesloten bij de medezeggenschap van Plurijn omdat ik ook dingen voor medecliënten wil bereiken. En ik wil opkomen voor alle cliënten van Plurijn en ervoor zorgen dat de zorg op een goede kwaliteit blijft. En ik wil ook op een goede manier kijken of het beleid van Plurijn de cliënt ten goede komt. Ik heb me aangemeld bij de medezeggenschap van Plurijn als verwant, omdat ik mijn zoon het niet zelf kan doen. Die is verstandelijk beperkt en is niet in staat om dit te doen. Ik vind het zelf belangrijk genoeg om als verwant ook invloed te hebben op alles wat, zoals het bij Plurijn gaat. En ik vind het belangrijk om op een gegeven moment ook de stemmen van de cliënten en datgene wat cliënten willen, om dat ook meer nadrukkelijk in beeld te brengen. En ik denk dat ik daar een goede bijdrage aan kan leveren. We hebben geconstateerd dat er 90.000 euro besparing is, maar het is niet echt heel veel volgens mij. En voordat je er erg in hebt, ben je er zo overheen, Henk. Klopt dat? Als we de discussie gaan beginnen over 90.000 euro en zij praten over 7 ton, dat is heel erg groot. Als je naar het begroting kijkt van 2013 en de begroting voor 2014, daar zit het verschil in 90.000. Rob de Jong die was vorige week ontzettend enthousiast over een besparing van 90.000 in de managerslaag. Maar als je dat zo ziet, dan valt het eigenlijk best wel mee. Willen jullie zo meteen die vraag stellen als de raad van bestuur komt? Volgens mij moeten we die vraag niet aan de orde willen stellen, want het staat ook al in het schema dat het om een inschatting gaat. Maar Carla had er volgens mij net ook een opmerking over. Maar je hoeft maar 1 manager meer aan te stellen en die 90.000 zijn al weg. Om het even samen te vatten, we gaan in 2014 in de gaten houden of we wel of niet over de 90.000 euro heen gaan. En we zien vanzelf of er wel of niet nieuwe managers worden aangesteld en hoe het dan met de begroting zit. En als we er overheen gaan, dan zullen we op dat moment de raad van bestuur op het matje roepen en zeggen van u heeft de kosten overschreden. De medezeggenschap van Plurijn is als volgt ingericht. We proberen het geluid van de cliënt zo goed mogelijk naar voren te brengen en we proberen elk advies van de raad van bestuur te bekijken door de ogen van cliënten. De adviezen zijn heel belangrijk, maar vooral het proces om tot adviezen te komen is heel belangrijk. We zitten hier bij elkaar en eigenlijk praten we gewoon heel veel totdat er uiteindelijk een advies gaat komen. Ik vind het heel belangrijk dat cliënten en verwanten meepraten, want wij zijn er alleen voor de cliënten en voor verwanten. Dus eigenlijk moeten zij het voor het zeggen kunnen hebben over wat wij willen doen om hun te ondersteunen. Het gaat om hun. Ook heeft het bureau een sociaal-juridisch servicepunt. Daar kan iedere cliënt en iedere medewerker terecht met vragen op het gebied van wetgeving, protocollen en recht. Totaal zijn er zo'n 100 mensen actief in en voor de medezeggenschap van Plurijn. Kom gerust eens langs. Onze deur staat op dinsdag en vrijdag open.